In kolonnen van huis van de gemeente naar Doc 6. Leerlingen die het eindexamen hebben gedaan gaan over de rode loper. Het is gala vandaag en iedereen is speciaal gekleed. Het is hartstikke druk hier in het centrum van Panningen. Jullie waren je even een filmster, geloof ik. Ja, ik ben een filmster. Dat is wel lekker, hè? Niet zelf fietsen, maar gewoon je laten rijden. Ja, dat is makkelijker, hè? Hoe bevalt dat? Veel beter als fietsen, zeker, hè? Een goede taxichauffeur? Zeker. En jij ook, Jaden? Ja, ik vermaak me goed. En wat verwacht je straks als je over de rode loper gaat? Nou, dat alles een beetje goed loopt in ieder geval. Ja, we zien wel wat er gebeurt. En wat is de grootste angst? Dat ik val. Dus pas op, hè, als je op de rode loper stapt, dat is het grootste gevaar. Ja, dat zeker. Heel veel plezier. Dank u wel. Een hond over de rode loper. Hoe heet hij? Bibi. Bibi. Oh, wat lief. Maar hij is wel een beetje aan het trillen. Ja, die vindt u niet zo leuk. Dat zal het zijn. Jongens, heel veel plezier, hè? Dankjewel. Jongens, jullie zitten heerlijk hier volgens mij. Ja, heel lekker. En zo ver uit elkaar. Ja. Ja. Er had nog iemand tussen gekund, volgens mij. Dat had gekund. Ja, het had wel gekund, maar het is niet fijn. Nee. En wat voor auto zitten jullie? Het is een Cadillac. Een Cadillac? Nou, deze meneer weet al veel meer. En ja, en is dat uw Cadillac? Mijn Cadillac, ja. Uit welk jaar? 1976, een 8,2 liter achtercilinder. Dat is even voor de kenners onder ons. Jongens, veel plezier, hè? Dus het moet veel geluid maken volgens mij. Ja, als het maar veel lawaai maakt, is het mooi, hè? Laat eens horen. En de mensen op het terrasje die genieten er ook van. Dat is mooi, dat moet ook, hè? Ja. Dat moet ook, dat is de bedoeling. Lekker in het dampen. Ja, dat is wel lekker. Jongens, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Jocht. Hey Pascal. Wie heb je meegenomen? Ja, van alles en nog wat. Nee, dat zijn mijn vrienden. Tjier, Glenn, Koen, Dennis en Wouter. Dit zijn vrienden voor het leven? Dit zijn vrienden voor het leven, absoluut. Daar wil ik graag mee doen. Ik zie daar een documentaire in, denk ik. Ja, wie weet. Misschien ooit, volgend jaar. Ja. We zien wel. Hey, jongens, veel plezier, hè? Ja. Hey, vinden jullie het leuk om even in de schijnwerpers te staan? Ja, heel leuk. Fantastisch. Is dit ironisch bedoeld? Een beetje maar. Wat voor soort muziek hebben jullie hier opstaan? Honey See! Okay. Lekker rustige muziek. Hè? Ja, ja. Zing maar even mee dan, dames. What? Zing maar even mee. Ja, ja, ja. Hij wil er zin in straks over de rode loper. Ja, heel erg.
En niet vallen, hè? Heb je hoge hakken aan? Een beetje. Jongens, heel veel plezier. Dankjewel. Jongens, worden jullie een beetje misselijk van achteruit rijden? Oh, nee. Wel van het geld die omvallen, dus. Ben je de hele tijd om het vallen? Nou, nee, net niet. Hey, ik zie één dopje daar. Waar is de rest? Oh, dat is al op. Dat ligt alweer in een auto, hè. Dus. Maar zo is het maar vol te houden, geloof ik, hè? Ja, zeker vol te houden. Zwaai even naar het publiek hier. En ze zwaaien allemaal heel spontaan. Ja. Zo zijn we aan het praten over een profielwerkstuk en zo staan we op een bus. Jullie hebben volgens mij het hoogste voertuig van dit gala. Ja, een beetje het eyecatcher, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, dat is gewoon mooi. Het mooiste uitzicht. Ja, dat zeker. Je kan iedereen zien. Wie heb je allemaal meegenomen? We zijn met 13 in deze bus, dat is een behoorlijk aantal, toch? Allemaal vrienden? Ja, tuurlijk. Voor het leven? Je weet me nooit, hè, wat hierna gaat gebeuren. Wat zie jij er mooi, hè? Dankjewel. Je ziet er fantastisch uit. Allemaal gekocht speciaal voor het gala? Ja. En wanneer duurt het weer aan? Denk niet. Ja, misschien bij feest of zo, of nog ooit. Ja, of misschien voor school, presentaties, kan allemaal. Hey, lekker, hè, zo'n uitzicht. Ja, in principe wel. Hey, zwaai even naar het publiek, jongen. Hey jongens, gaat het goed hier? Jazeker. Ja? Alles onder controle en wat voor auto rij je? Een Mercedes SL 500. Dat is het echte werk, hè? Ja, natuurlijk. Hoe lang duurt dat voordat je die gaat kopen? Ik hoop als ik van school af ben. Dat ik hem dan... Direct? En alles maken? Ja. Zet hem op. Ja. Hey, ik zie opeens een visioen. Jaar of 5, 6, jij hebt een medaille, je komt terug in Panningen. Jullie hebben samen al een klein kindje. We kijken even vooruit in de tijd. Jij haalt een gouden medaille en je wordt geëerd hier in Panningen. En er staat net zoveel publiek als nu. Zie je het voor je? Nee. Nee, tuurlijk. Zie jij het voor je? Nee, en dat kind al helemaal. Oh, dat kind helemaal. Laat het kind weg. Die medaille wel. Jongens, heel veel succes, hè? Hey, veel plezier. Ik wist niet dat jij net eindexamen had gedaan. Ja, de meneer praat er niet mee. Nog eentje, geloof ik. Ja. Jullie hebben er lang over gedaan. Ja, we hebben er heel lang over gedaan. Het ging niet makkelijk, dus we hebben dat allemaal een paar keer over moeten doen. Ja. En wie hebben jullie meegenomen hier achter in de auto? Nou, we hebben hier twee hele leuke dames. Ja. Dus er eentje mijn dochter, eentje mijn kennissen. Kan ik wel even wat zeggen? Nee? Ja, ik kan niks zien, hè. Of het raampje moet omhoog. Kijk. Ja, ja. Geblindeerde ramen, dames. Nu moet je eraan geloven. En, hoe voelt dat? Ja, leuk. Ja? Ja, spannend. Oké, straks wordt het nog spannender, hè? Dan moet je over de rode loper. Ja. Heb je al een beetje geoefend? Nee, vorig jaar. Vorig jaar heb je geoefend. Ja. Hoge hakken aan? Ja. Nou, ik duim voor je. Dankjewel. Lekker.
Je zegt niks, het had je afgesproken. Maar toch wil ik je één ding vragen, hè, jongen. Is het nou het gala en hierna dan heb je een diploma? Dat hoop ik, maar ik ben er niet zeker van. Volgens mij ben je dat nooit geweest. Nee, dat is waar. Dus we gaan het zien. Voor je. Ja, we zullen het zien. En anders tot volgend jaar. Ik heb gas.